Care is een gemeenschapsarcheologie initiatief waarbij we mensen meenemen op onderzoek naar hun eigen dorp of streek. Die samenwerking met die burgers, dat hangt natuurlijk helemaal samen met het verdrag van Faro, waarin we de burgers centraal stellen en eigenlijk meer willen betrekken bij hun eigen erfgoed. Voor de wetenschap biedt het toegang tot plekken waar wij als wetenschappers zelf anders niet zouden kunnen komen. We kunnen putten uit lokale kennis en we hebben meer onderzoekscapaciteit van al die mensen die meekomen graven met ons. Tegelijkertijd zijn wij dan natuurlijk weer om mensen te helpen om op ontdekkingsreis te gaan in hun eigen achtertuin en hen eigenlijk de instrumenten te geven om meer te weten te komen over het verleden van hun eigen plek. Ah, kijk eens hier, zie je wel. Grootbakkend, maar dit is een middeleeuwig, zie je? Dit is het spaarzaam geglazuurde spul. De Heemkundekring, dat is eigenlijk een vereniging die cultuurhistorie van het dorp bewaart en opslaat en onderzoekt. We zijn hier op de Schaapskooi in Schijndel. Afgelopen zomer was dit de uitvalsbasis voor de veldcursus die we samen met de Heemkundekring Schijndel hier hebben georganiseerd. Als we vanuit de Faro-doelstellingen mensen daadwerkelijk willen betrekken bij dat onderzoek, dan zul je mensen ook de kennis en de vaardigheden moeten aanreiken om dat te kunnen doen. Want het verzamelen van oude troep is nog niet hetzelfde als kennisvorming over het verleden. En wij hebben geprobeerd die kloof te overbruggen in de vorm van een meerdaagse workshop. Nou, wij zaten samen aan de koffie en wij zeiden van inderdaad, dan de slag bij Bokstel. We hebben er samen over nagedacht en daar gaan we iets mee doen. En daar zijn we zoiets aan begonnen. In 1794, 17 september, is de slag bij Bokstel gevochten door de Engelsen en de Fransen en de Duitsers en de Hollanders. En de Duitsers moesten die brug verdedigen en dat is niet gelukt. Het thema van de Summer School was de slag om Bokstel. Dat is iets waar wij vanuit Amsterdam eigenlijk nog helemaal niet mee bezig waren geweest. Maar een vraagstuk waar de verschillende erfgoedgemeenschappen hier in de regio wel al mee bezig waren geweest. Nou, die Summer School bood bij uitstek de mogelijkheid om daar nou eens wat meer mee te gaan doen, om daar ruimte voor te creëren. Dus daar hebben we de koppen bij elkaar gestoken en hebben we samen daar een onderzoek en een workshop voor opgezet. En zijn we 2 weken op pad geweest om daar wat meer over te weten te komen. Ik vond de samenwerking heel goed en de vrijwilligers en de beroeps, dat ze elkaar beter begrijpen, daar wil ik naartoe.